الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر ده فينا خبر عمر اسم زيد الله يقول ده تهيت الدرابيس سنن الفطرة، سنن الفطرة، السنن فن الفطرة، السنن فن الفطرة. الفطرة is the natuurlijke aanleg. Dat kun je vertalen in Nederlands als de natuurlijke aanleg. Leg, de natuurlijke aanleg. En wat betreft sunan, daarover, of sunan is meervoud van sunnah. Sunan is meervoud van sunnah. En het woordje sunnah heeft in de Arabische taal vele betekenissen. Het woordje sunnah heeft in de Arabische taal vele betekenissen. Een van de meest bekende betekenissen die de meesten van ons kennen, is dat dat sunnah duidt op iets wat mustahab is. Mustahab is aanbevolen. Iets wat aanbevolen is. Dus sunnah kan iets zijn wat aanbevolen is. Als we het hebben over het gebruik maken van de siwak, dan zeggen we van dat is sunnah, dat is aanbevolen. Maar sunnah kan ook andere betekenissen hebben. Sunnah kan ook andere betekenissen hebben. Zoals manier. Dus als wij praten over de sunnah van de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, dan kun je zeggen van dat is zijn levenswijze, of je kunt zeggen dat is zijn manier. En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over wat wordt hier bedoeld. Wordt hier het aanbevolen bedoeld of het verplichte bedoeld? Nee, we hebben het puur over zijn levenswijze. Daarin kunnen zaken plaatsvinden die verplicht zijn. Daarin kunnen zaken genoemd worden die aanbevolen zijn. Dus sunnah kan betekenen aanbevolen. Sunnah kan betekenen een manier. Van levenswijze. En zo heeft de sunnah nog een aantal andere betekenissen. Wat betreft sunnah en fitra, hier gaat het om de zaken of de manieren die te maken hebben met de natuurlijke aanleg van de mens. En in sommige overleveringen die hierover gaan, over de sunnah van een fitra, zijn er vijf zaken genoemd. Die behoren tot de natuurlijke aanleg van de mens. In andere overleveringen wordt gesproken over 10 zaken die behoren tot de natuurlijke aanleg van een mens. Wij zullen bij beide overleveringen inshallah stilstaan en dan kijken wat we daaruit kunnen begrijpen aan leerstellingen die gewoon zeer belangrijk zijn voor elke moslim. En sommige zelfs voor moslims en niet-moslims. Omdat daar gewoon echt zoveel profijt in zit, wat ook medisch bewezen is. In een authentieke overlevering, wat overgeleverd is door Imam al-Bukhari al-Muslim, heeft Abu Huraira radiallahu anhu overgeleverd en hij zegt het volgende. Hij zegt, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khamsun min al-fitra. Hij zegt, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, vijf zaken behoren tot de fitra. Dus twee haakjes, de natuurlijke aanleg. De zaken die ik ga noemen, sommige kunnen vreemd lijken bij sommigen onder ons. Van ja, maar dat is toch iets waar iemand zich voor moet schamen om dat te noemen enzovoort. Voor de duidelijkheid, voordat ik daaraan begin. Er zijn zaken inderdaad waar een moslim zichzelf voor moet schamen en er zijn zaken waar een moslim zich totaal niet voor moet schamen. Want schaamte kent een positieve vorm en kent een negatieve vorm. Als het gaat om het bedekken van bepaalde lichaamsdelen, dan dien je daarin te schamen voor anderen en dan bedek je dat natuurlijk zodat anderen dat niet zien. Dit is een positieve vorm van schaamte. Maar er is ook een negatieve vorm van schaamte en dat is dat een persoon zichzelf weerhoudt van het leren. Door te zeggen van, ik schaam me om een vraag te stellen over, ik noem maar wat, menstruatiebloed. Ik schaam me om een vraag te stellen over het hebben van
ik noem maar wat, een natte droom of dergelijke. Terwijl zaken zijn die besproken zijn door de profeet sallallahu alaihi wasallam, door de sahaba, zelfs vrouwelijke metgezellen de profeet sallallahu alaihi wasallam over hebben gevraagd en hij zijn antwoord daarop heeft gegeven. Waarom? Omdat het zeer belangrijk is, want dit heeft te maken met is jouw gebed wel correct of is jouw gebed niet correct. Wanneer je het gebed verricht in bepaalde situaties. En daarom dient de moslim zich op dit gebied niet te schamen. Een moslim dient zich op dit gebied niet te schamen, maar vooral vragen te stellen wanneer zaken onduidelijk zijn. Want een van de tabi'in, en dat is Mujahid, rahimahullah, een leerling van Abdullah ibn Abbas, die zei over dus deze zaken, hij zei twee personen zullen nooit leren. Twee personen zullen nooit leren. De eerste was een mustahi, iemand die zich schaamt. Iemand die zich schaamt om vragen te stellen. Dus iemand zit ergens mee, maar hij denkt van als ik deze vraag stel, dan word ik misschien uitgelachen bijvoorbeeld. En de tweede is een mutakabbir, iemand die hoogmoed heeft. Een mutakabbir is iemand die hoogmoed heeft. Die denkt van ik ga toch niet zulke vragen stellen. Dat weet toch iedereen, ik zoek het later zelf op. En dan gaat hij jaren, zeg maar, verricht hij of zij de verkeerde daden of verkeerde handelingen zonder dat hij dat doorheeft. Dus vijf zaken zijn van de fitra. En de fitra heeft te maken met de natuurlijke aanleg. En de natuurlijke aanleg, voordat ik daarop inga, dat is iets wat niet veranderd mag worden. Waarom? Want het behoort tot de schepping van een mens. Let op, het behoort tot de schepping van een mens. Dus Sheikh al-Albani rahmallah legt uit in zijn boek Tamam al-Minna, hij legt uit dat al-fitra, dat het iets is waar een mens op geschapen is. En dat het niet veranderd mag worden. Dat het niet veranderd mag worden, ongeacht de tijd verandert, de plaats verandert en de situatie van de mensen verandert. Dus de fitra van een mens mag je niet veranderen. De fitra van een mens mag je niet veranderen, ongeacht de plaats, tijd of locatie. Dus vijf zaken behoren tot de fitra. De eerste die de profeet sallallahu alaihi wasallam noemde is al-istihdad. Al-istihdad. En al-istihdad is het scheren van de haren rondom de schaamstreek. Al-istihdad is het scheren van de haren rondom de schaamstreek. Ik zal straks stilstaan bij een aantal leerstellingen, want sommigen kunnen denken van waarom, wat is dat? Dat komt inshallah, dat leggen we, daar staan we straks bij stil. Eerst noem ik de hadith inshallah, en daarna gaan we punt voor punt stilstaan. Al-istihdad. Al-istihdad, dat is het scheren van de haren rondom de schaamstreek. De tweede die de profeet sallallahu alaihi wasallam noemde, was al-ghitan. Al-ghitan. En al-ghitan, dat is de besnijdenis. Al-ghitan, dat is de besnijdenis. De derde die de profeet sallallahu alaihi wasallam noemde, dat is qassu sharib. Qassu sharib. Qassu sharib is het kortknippen of bijknippen van de snor. Het kortknippen of bijknippen van de snor. Het heet in het Arabisch qassu sharib. De vierde die in deze overlevering wordt genoemd is natful ibt. Natful ibt. En natful ibt is het epileren van de okselhaar. Het epileren van het okselhaar. En straks gaan we in op de manier hoe men dat op de beste manier kan doen, maar nu noem ik alleen de zaken op. Dus het epileren of verwijderen van okselhaar. Nou. Dus we net voor de ibit. En dan komt de vijfde en laatste van deze overlevering. Wataqdimul adfar. Wataqdimul adfar. Dat is het kortknippen van de nagels. Het kortknippen van de nagels. Het kortknippen van de nagels. En deze hadith staat in Sahih al-Bukhari wa Muslim. Taqlimu al-adfar. Al-adfar.
Dus we gaan even in op deze vijf zaken om een duidelijk beeld te hebben van wat wordt hier precies bedoeld. In deze overlevering noemt de profeet sallallahu alaihi wasallam vijf zaken die behoren tot de fitra. Dus je gaat pas op de juiste manier met jouw lichaam om als je deze zaken ook toepast. De eerste, dat was het scheren van de schaamstreek. Waarom? Omdat op deze plekken, dus schaamstreek, daar kunnen dus vele bacteriën en onreinheden zich verbergen. Al zal men dagelijks douchen of denken van ik gebruik deo en ik gebruik dit en ik gebruik shampoo en ik heb een lekkere geur op enzovoort. Op die manier reinig je het niet. Je reinigt het niet. Dus hoe dien je dat te reinigen? Door deze haren te verwijderen. Want wanneer je deze haren verwijdert, dan kan daar ook niks blijven hangen. Dus op die manier zal het dus veel hygiënischer zijn. Wanneer men dus deze haren verwijderd heeft, dan zal men ook zich hygiënisch daarop vooruit gaan. De tweede die de profeet zal zijn noemde, is de besnijdenis. De besnijdenis, meestal als we dat horen, dan schrikken we al. Want als we kijken naar alles wat in de media wordt gezegd over de besnijdenis, dan zal men bijna denken dat men, dat iemands geslachtsdeel verwijderd wordt. Zo komt het over en zo wordt het naar voren gebracht. Maar als we kijken, elke leer die overgelaten te worden aan zijn mensen. Je zult geen één dokter aantreffen die zich bezighoudt met het besnijden van kinderen, die dit verafschuwt. Het zijn alleen maar de onwetenden onder de mensen die het niet kennen en die de logica van de mens misbruiken, die niet weten hoe dat te werk gaat of hoe dat in zijn werk gaat, en die zullen dat verafschuwen. Maar als je de doktoren vraagt, dan zul je zoveel voordelen daarvan horen en zien, dat is ongelooflijk. En ik heb dit zelf meegemaakt, ik ben een keer erbij geweest bij de besnijdenis van een kind. En de dokter zelf die vertelde mij het volgende. Voordat ik daarop inga, dus de sunnah is dat een kind besneden wordt op de zevende dag. En dat is ook het allerbeste moment om een kind te besnijden. Dus sommigen denken, dat is zielig, een klein kind, hoe kan dat nou, heb je geen hart, ben je niet barmhartig? Nee, uit de volgende leerstellingen zul je weten en horen dat je juist uit barmhartigheid jouw kind op de zevende dag dient te besnijden en niet op zijn vierde of vijfde of tiende of achttiende, zoals sommige onwetende mensen beweren. Ik ben een keer dus erbij geweest bij het besnijden van een kind van 7 jaar oud. En de dokter die zei tegen mij, dat was in een Arabisch land, in Marokko, en de dokter zei tegen mij, de zevende dag. De dokter zei tegen mij van, weet je wat het beste moment is om een kind te besnijden? Ik zei, Allahu a'lam. Ik dacht, hij heeft meer verstand dan ik, dus hij geeft me straks het antwoord wel. Hij zei, het is vandaag, de zevende dag. Ik zei, waarom? Hij zei, ten eerste, de sunnah duidt erop. Hij zegt, anders had de profeet sallallahu alaihi wasallam wel gezegd op de 20ste dag, 40ste dag, 100ste dag. Maar aangezien hij dat heeft genoemd om de zevende dag, is dat ten eerste de allerbeste dag. Hij zegt, maar niet alleen maar vanuit de sunnah, maar ook medisch gezien. Waarom? Hij zegt, kijk naar dit kind. Nog 10 minuten? Alhamdulillah. Heeft iemand voor jullie daar verricht? Of? Nee, ik zou eigenlijk nu moeten stoppen, maar ik hoorde nog 10 minuten extra krijgen. Dus de dokter die zei het volgende. Hij zegt, kijk naar het kind. Hij zegt, wat valt je op aan het kind? En ik keek goed naar het kind. En ik zei van, ja, ik ben geen dokter. Ik weet niet wat u ziet, waar ik niet op let. Hij zegt, vind jij dat het kind er geelachtig uitziet? Ik zei, klopt. Het kind zag inderdaad geelachtig uit. Hij zei, dat is een vorm van geelzucht. Wat plaatsvindt ongeveer op de zevende dag. Hij zegt, weet je waar het mee te maken heeft? Ik zeg, waarom? Waar heeft dat mee te maken? Hij zegt, omdat het kind nog onbesneden is. Ik zeg, hoe bedoel je? Hij zegt, kom, ik laat je wat zaken zien. Hij zegt, kijk eens naar de navelstreng. De navel, waar de navelstreng is doorgeknipt. Hij zegt, kijk eens naar dat plekje. Wat zie je daar? Ik zeg, ik zie dat het nog rood van kleur is. Geïrriteerde huid en een beetje bloed. Hij zegt, dat klopt. Hij zegt, weet je hoe dat komt? Ik zeg, hoe? Hij zegt, dit is het velletje. Dus niet een geslachtsdeel wordt verwijderd of wat dan ook. Nee, het is zo'n klein velletje. Wat het geslachtsdeel van het kind bedekt. Waardoor het kind niet normaal kan urineren. Maar moet persen bij het urineren. Kracht moet zetten bij het urineren. Want hij kan niet normaal urineren, want zijn geslachtsdeel is als het ware afgesloten. Dus zei hij tegen mij, door het persen, wat gebeurt er dan? Zijn navelstreng, waar het is doorgeknipt, dat hielp niet.
Het zal blijven bloeden. Dat doet pijn bij het kind. Hij zegt ten tweede, dat gele kleurtje, dat komt door het persen. Dat komt door het persen, daarom ziet er een geel uit. Hij zegt ten derde, hij zegt door het persen beschadig je vanaf nu al zijn prostaat. Vanaf nu al. Wat hebben de meeste mannen rond 40, 50, 60 jaar? Hebben prostaatkanker. En als we kijken naar de sunnah, de echte sunnah, de gezuiverde sunnah, dan zul je daar in een hadith tegenkomen dat het verboden is om het gebed te verrichten wanneer je nodig naar het toilet moet. Waarom? Omdat men ten eerste geen khushu' heeft, dus zichzelf niet op het gebed kan richten, maar ook dat dus negatieve aspecten heeft, negatieve gevolgen heeft op de prostaat van deze persoon. Dus subhanallah, als je warmhartig wil zijn met jouw kind, dan moet je hem juist op de zevende dag moet je hem besnijden, want dat is het moment dat hij hem kunt verlossen van alle pijn wat een kind leidt op dat moment. Hij noemde nog andere lessen die. Hij zei bijvoorbeeld van een kind, op 7-jarige leeftijd weet een kind helemaal niks. Maar wanneer jij je logica gaat gebruiken en erbij gaat staan en zegt, oh, dit is echt zielig, weet je wat, we wachten tot 5 jaar oud. Een kind van 5 jaar, kun jij je nog iets herinneren van 5 jaar, toen je 5 jaar was, of ben je alles vergeten? Ik kan me nog vele zaken herinneren. Waarom? Want toen ging je al zaken opnemen, waarnemen, onthouden. Welke vader kan tegen zijn kind van 5 jaar zeggen, Ahmed, ik heb vandaag iets leuks voor jou, je gaat vandaag mee naar de kliniek en we gaan jou besnijden. Maar hoe zal Ahmed reageren? Ahmed zal gaan rennen voor zijn leven, al zal je met 5 aan vastpakken, je krijgt hem niet stil. Hij zal al bijna een hartaanval krijgen bij het horen ervan, laat staan van de behandeling zelf. Maar op de zevende dag kan een kind zich niks herinneren. Een kind kan zich niks herinneren. Dus wanneer je juist wacht op de 7e of de 10e of de 18e jaar van een kind, kan een kind zelfs traumatische zaken daar aan overhouden. Van ik ben gedwongen door mijn vader. Mijn vader heeft mij voorgelogen. Hij zei, we gaan naar je oma toe en ik krijg vandaag snoep. En op een gegeven moment zag ik een dokter voor me met een schaar en ik weet niet wat er allemaal gebeurde. En iedereen pakte mij vast en toen begon ik te gillen en toen had ik pijn. Ik vertrouw ze nooit meer. Al zeggen ze van we gaan naar Mekka toe, dan zeg ik nee, ik vertrouw jou niet. Want wie weet ga je nog een keer iets toepassen. Dus subhanallah, dit gebeurt er. Dus ook de vertrouwensband wordt beschadigd wanneer men dus dit uitstelt. En daarom is het belangrijk dat men, wanneer men hoort van dit is de sunnah, dat men niet gaat denken van als ik 10 berichtgevingen lees van medische onderzoeken enzovoort, dat ik het dan pas ga praktiseren. Maar dat men zichzelf daar totaal aan overgeeft, want daar zit het goede in. En ook dus medisch zit daar gewoon echt heel veel goedheid in. Anders zou kunnen denken, ja maar dat gaat een kind huilen. Nee, je kunt gebruik maken van een verdoving. Toch? Jouw kind, ging die huilen? Niet, subhanallah. Een verdoving, hier in Nederland, op de 7e dag. En een kind huilt niet eens. Subhanallah, dus een kind weet daar helemaal niks van. Helemaal niks van. Dus subhanallah, dan zie je van wat voor gunst dat is. Dan heb ik het niet eens gehad over, dus het, wanneer men zichzelf niet besnijdt. Want men zou kunnen zeggen van, weet je wat, ik laat me helemaal niet besnijden. En ik doe dat helemaal niet. Goed, doe dat maar helemaal niet. Maar wat gebeurt er dan? Dan zal er altijd een velletje zijn wat je niet nodig hebt, waar juist de onreinheden onder zullen blijven zitten, wat ook weer voor negatieve gevolgen gaat zorgen. Dus subhanallah, het heeft zoveel voordelen. Het heeft ongelooflijk veel voordelen en dit zijn er maar een paar van. Dit zijn er maar 4 of 5 van. Maar Allahu a'lam, hoeveel voordelen er nog meer zijn. Dus dit is alleen maar om even hierbij stil te staan en duidelijk te maken van dat dus de besnijdenis, dat dat een gunst is van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik ga verder, want anders komen we niet uit met de tijd, want er komt toch een andere overlevering aan. De derde punt wat de profeet Salasem noemde, is het kortknippen van de snor. Ook dit zul je zien bij vele moslims, wordt het verwaarloosd vandaag de dag. Sommige mensen hebben een snor wat echt over de, met kortknippen wordt bedoeld. Dus hier is ineens een mensje over onder de geleerden. Sommigen zeggen met kortknippen wordt bedoeld dat je echt het randje hier, alle haren die over, jou, over je lip heen hangen, dat je die bijknipt. En andere geleerden zeggen van nee, je kunt ook zeg maar gewoon je snor aan de buitenkant, bijvoorbeeld met een tondeus of dergelijke, kun je dat bijknippen. Bijvoorbeeld op stand nummer 2 of stand nummer 1, waardoor alles bijgeknipt is en niks over jouw dingen heen hangt. Vandaag de dag zul je zien dat mensen, dus subhanallah, soms denken bij jezelf van is dit een snor van een zeehond of van een mens? Mensen die eten en drinken en soms zie je zelfs een kleur. Iemand heeft een grijze snor en zijn randje is helemaal bruin geworden van de koffie. Denk je bij jezelf, subhanallah, waar blijft hygiëne? Ik praat niet over moslims, ik praat over moslims en niet moslims. Dus dit is een belangrijke zaak wat te maken heeft met de hygiëne van een mens.
Een andere leerstelling, of wat in de hadith genoemd is, is het epileren van okselhaar. Je zet op epileren, maar de geleerden zeggen, waar het op neerkomt is verwijderen. Wanneer men bijvoorbeeld iets kan epileren, dan zou dat fijn zijn. Vooral wanneer men bijvoorbeeld nog 15 of 16 of 17 jaar oud is, dan is het heel makkelijk om haren te verwijderen. Dus door te epileren op een of andere manier. Ik praat nu over de oksels, niet over wenkbrauwen of over andere zaken. Ik praat over oksels. Dan zijn de haartjes heel klein en zacht en kun je ze heel makkelijk verwijderen door te epileren. Maar wanneer de haren wat sterker zijn geworden, dan zijn er geleerden die zeggen van ook het scheren is overgeleverd. Ook scheren werd gedaan in de tijd van de Sahaba, Tabi'in, Tabi'in. Waar het op neerkomt en waar het om gaat, is dat er geen haren daar overblijven, waar dan onreinheden onder kunnen blijven hangen. En dan komen we bij de laatste. En dat is het kortknippen van de nagels. Het kortknippen van de nagels. En subhanallah, hoe vreemd het ook is, maar dan zie je hoe ver Iblis is gekomen onder de mensen. Wanneer je leest van dit is een sunnah, en zo moet je het doen, zul je altijd zien dat er een tegenovergestelde mode is. Dus hier staat kortknippen van de nagels. Wat kan er onder de nagels blijven hangen? Bacteriën, onreinheden enzovoort. Wat is mode onder de mensen vandaag de dag? Om lange nagels te hebben. Zelfs onder de mannen heb je gewoon vele mannen die bijvoorbeeld één lange nagel hebben. Wat hij daarmee gaat doen, Allahu a'lam. Maar subhanallah, zul je zien dat heel veel mensen bijvoorbeeld één lange nagel hebben en de rest. Daar blijven gewoon onreinheden. Hoe vaak was je je handen per dag? Hoe vaak? Ik denk dat ik mijn handen 20 keer per dag was, minimaal. Of dat nou met wudu is of zonder wudu is. Moet je je voorstellen dat al die momenten je handen niet wasten. Hoeveel onreinheden zouden er aan je handen blijven hangen? Maar nu komen we in de nagels terecht. Al was je je handen 80 keer per dag, het water komt niet overal. En al komt het water daar, het is niet zoals hier. Hier zie je veel viezigheid en je wast je handen in het klaar. Maar wanneer het onder de nagel zit, dan blijft het daar zitten. Al wordt het nat en droog, nat en droog, nat en droog. Op een gegeven moment blijft gewoon de onreinheden blijven daar zitten. En daarom is het belangrijk om je nagels kort te knippen. Maar let op, knip ze ook weer niet te kort. Want ook dat weer kan ervoor zorgen dat er weer onreinheden onder de nagel terechtkomen. En zo een ontsteking kan ontstaan in de vingers. Dus redelijk zijn. Al laat je 2 mm over, dat is beter dan dat je ze helemaal tot op het bot knipt en op geen moment een ander probleem hebt. Dit waren de 5 zaken die genoemd zijn in de hadith van Abu Huraira radiallahu anhu. Dan is er een andere overlevering waarin Aisha radiallahu anha 10 zaken noemt. 10 zaken noemt. En ik ga hier iets naar doorheen, omdat we eigenlijk bij de 5 al hebben stilgestaan. En zij zegt dus dat zij de profeet zal zijn heeft horen zeggen, 10 zaken behoren tot de fitra. 10 zaken behoren tot de fitra. De eerste die zij noemde is het kortknippen van de snor. Die hebben we al behandeld. Dus die kun je alleen nog noteren en gaan we door naar de volgende. En voor de duidelijkheid, in deze overleveringen komen verboden zaken terecht, komen verplichte zaken terecht en komen aanbevolen zaken terecht. Maar straks gaan we onderscheid maken tussen hetgeen wat verboden is, hetgeen wat toegestaan is, hetgeen wat verplicht is en aanbevolen is. De tweede zaak die zij noemde, of die de profeet zal zijn noemde, is i'fa'ul lihya. I'fa'ul lihya, dat is het laten staan of laten groeien van de baard. Het laten groeien van de baard. Het laten groeien van de baard. En dit is een verplichte zaak in islam, maar daar komen we straks bij terug. De derde zaak die de profeet sallallahu alaihi wasallam noemde in deze overlevering is as-siwak. As-siwak. En as-siwak is dit waarmee je dus je tanden kunt poetsen. Dus je tanden te poetsen en te gebruiken, dus as-siwak te gebruiken voor het poetsen van je tanden. En voor de duidelijkheid, het is niet verplicht dat je het per se hiermee doet. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van een tandenborstel en een siwak. Af en toe deze en af en toe deze. Of wanneer je thuis bent, bijvoorbeeld een tandenborstel. Wanneer je buiten de deur bent, een siwak. Maar dat je dus je tanden reinigt met een siwak. Of ten eerste je tanden reinigt natuurlijk. De volgende zaak die de profeet sallallahu alaihi wasallam noemde is wastinshaqul ma. En istinshaqul ma, dat is het reinigen van de neus door middel van het opsnuiven van water. Ja,
Dus het reinigen van je neus door het opsnuiven van water. Wat wordt hier bedoeld tijdens de wudu? Het reinigen van je neus door het opsnuiven van water. De volgende zaak wat genoemd wordt, dat is qassul athar, die hebben we ook al behandeld, het kortknippen van de nagels. En wat daarna komt, is waghaslul barajim. Ghaslul barajim is het wassen van de knokkels. Ook dit gebeurt tijdens de wudu. De knokkels, dit zijn de knokkels. Dit zijn de knokkels van een persoon. Dus als je je handen wast, dus dat je goed je handen wast tijdens de wudu. En op deze manier, zeg maar, je handen wast. Dus binnen en buitenkant. Naam. Dus het barajim. Ghaslul barajim. Het wassen van de knokkels. Tijdens de wudu. Dan een andere zaak wat we ook al hadden genoemd, wanet voor ibid, dat is het epideren of het verwijderen van okselhaar. En dan komt de volgende die we ook al hebben behandeld, en dat is wahalqul'ana, dat is het kort scheren van de haren van rondom de schaamstreek. Dus die hebben we behandeld in de eerste overlevering. Dan komt de volgende. En dat is wantiqasul ma, yani listinja. Dus dat men de stinja verricht. Dat men de istinja verricht. En istinja is het reinigen van de geslachtsdelen met water na het toiletteren. Het reinigen van de geslachtsdelen met water na het toiletteren of het doen van de behoefte. En dan zegt de overleveraar, hij zegt van, ik ben de tiende vergeten, maar ik denk dat dat de madmada was. Hij zegt, ik ben de tiende vergeten, maar ik denk dat dat de madmada was. En de madmada is dat je water pakt tijdens de wudu, je mond doet en dat hij hem weer beweegt. Dus dit was de tiende en laatste. Ik wil inshallah afsluiten, maar ik wil wel één ding noemen. Dat er zaken zijn die verplicht zijn aan zaken die zijn aanbevolen. Het laten staan van de baard, dat is verplicht. Dat is in overleveringen, in vele overleveringen, meer dan 36 overleveringen overgeleverd. Gitaan, dus de besnijdenis, is ook een verplichting. Wat dus elke moslim dient te laten doen. En wat betreft het kortknippen van de snor en het kortknippen van de nagels en het verwijderen van okselhaar en het verwijderen van haren rondom de schaamstreek, daar is een periode voor. Wat Anas ibn Malik had eraan heeft overgeleverd, en dat is dat men dat niet mocht laten staan langer dan 40 dagen. Langer dan 40 dagen. Dus het is natuurlijk beter om het wekelijks te doen en bij te houden en dat te verwijderen, maar de maximale periode is 40 dagen. En dan kan men dus in een verboden zaak terechtkomen. Dus dit was beknopt de overlevering, of de overlevering die te maken had met Surah Fitra. Ook nu is er helaas geen tijd voor vragen, maar die sparen we op voor morgen, inshallah. Sorry? Drie vragen. Drie voor broeders, drie voor zusters. Rechtvaardigheid. Geen, inshallah. Dan doen we inshallah drie vragen voor broeders, drie vragen voor zusters. Dat is één, dat is twee, dat is drie, inshallah. Ik heb een vraag aan jou. Het opsteken van je handen, is dat een goede zaak of een minder goede zaak? Als je het met de juiste intentie denkt, goed. Goed, dus dan doen we het met rechts of links? Nee, met rechts. Rechts, oké. Okay. Ja, de vraag is? Over het scheren van haar onder de schaamstreek, ja. Tot hoe ver is het maximale groeilengte? Maar, want er zit niet. 40 dagen is maximaal. 40 dagen is maximaal, maar natuurlijk dient men dat eigenlijk wekelijks te doen, zodat men dus daar geen onreinigden laat hangen enzovoort. Nou, ja. Dus de broeder vroeg naar de maximale termijn voor het scheren van de haren onder de schaamstreek. Dus die zijn 40 dagen. Ja, nee, dat gewoon.
Nou, dat is de maximaal de mens 40 dagen. Geldt dat voor alle geslachten, dus oksels en... Nou, die zijn allemaal genoemd. Dus ook voor de oksels geldt 40 dagen, ook voor de nagels geldt 40 dagen. Is het voor zeven werk of is het het middel wat ze hadden? Dan gaan ze om het reinigen van de mens. Het gaat om de reinigen. Dus de broeder zegt van is het per se door siwak of kan men ook op andere manieren zijn mond reinigen. Het gaat om het reinigen van de mond. Maar het beste is de siwak. Waarom? Want er zit ook wetenschappelijk is bewezen dat er bepaalde middelen in zitten die gewoon nog goed voor het tandvlees zijn en voor de tanden. Nou. Laatste vraag, wie was dat? Wie had nog één vraag? Een broeder achterin. Iemand had een vraag? Ja, staat het. Ja? Oké, nou. Wie van twee? Ik laat de andere boeken, maar ik kan het ook aan. Nee, samen. Ja. Het gaat over gebruik van die twee plaatsen in hier, als je een besteed hebt. Ja. Stel, wordt al gegeten. Ja. En je sluit aan. Ja. Moet je dan naar het bed? Goeie vraag. De broeder zegt van over het bidden van twee elkaar wanneer men de moskee binnenkomt. Als men de moskee binnenkomt en hij treft de imam aan het gebed, moet men dan aansluiten en dan later alsnog die twee gebedseenheden inhalen, ja of nee? Nee, dat moet niet, want dat staat los van het verplichte gebed. Want je hebt pas gezeten toen je vier of drie elkaar had gebeden met de imam. Dat wil zeggen, het gebed wat verplicht was wanneer de moskee binnenkomt, de groet aan de moskee, dat hoef je dan niet meer te bidden. Maar dit is ook een vraag wat Sheikh Ma'atimi rahimahullah in Sahih al-Bukhari, de Sheikh daarvan, zo heeft beantwoord. Hij zei van, wanneer men de moskee binnenkomt, moet men dan die tweelijkheid inhalen als hij de imam aantreft in het gebed? Hij zei het antwoord is nee. Want deze persoon heeft met de imam meegebeden, heeft de juiste aantal aangehouden, bijvoorbeeld tweelijkheid, en dan is het ook echt klaar. Tenzij iemand een aanbevolen gebed wil verrichten, dat is een ander verhaal. Drie vragen voor de zusters, inshallah. Bismillah. Ja. Ik had een vraagje over een zaak die je gisteren benoemde, zoals op je buik slapen. Maar geldt dit alleen voor het slapen of is dit al voor de manier van... Allahu alam, wat ik mij kan herinneren van de overlevering is dat de profeet Salsam tegen een sahabi zei, die zo lag, hij zei dat is de lichthouding van de mensen in het helfuur. Dus ik weet niet of hij lag te slapen of op zijn buik lag. Dus daar dienen we naar terug een keer inshallah, de overleving. Dus daar kom ik inshallah op een ander moment op terug inshallah. Ik zal even nog een korte vraag over de adhan. Is het toegestaan voor vrouwen om de adhan te verrichten onderling? Onderling. Ook daar is meningsverschil over. Bijvoorbeeld Sheikh Ibn Baz rahimahullah die zegt dat het alleen maar voor de mannen geldt. De adhan en de iqama alleen voor de mannen geldt. En bijvoorbeeld zijn leerling, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, die zegt van het is geen probleem als een vrouw de adhan verricht, zolang ze dat zachtjes doet en andere mannen haar niet kunnen horen. En dat geldt ook voor de iqama. Dus daar is meningsverschil over en ik kan daar niet een mening over noemen en zeggen van zo moet je handelen, want dat is iets wat niet van mij is weggelegd. Is dat Allah al-Azim? Salat al-Azim betekent Allah heeft de waarheid gesproken. Als je hierbij stilstaat, dan schaam je om dat te zeggen. Ja. Want wie is nog waarachtiger dan Allah subhanahu wa ta'ala? Dus is het wel of niet toegestaan? Nee. Ten eerste, kijk, qua betekenis is het al iets om je voor te schamen om te zeggen Allah heeft de waarheid gesproken. Want Allah azawajal heeft mij niet nodig om dat te bevestigen. Want hij weet dat beter en iedereen weet dat. Ten tweede is de aanbidding. Je hebt een aanbidding afgesloten, bijvoorbeeld presenteer van Quran. En daar mag je niks aan toevoegen, behalve als men daar een bewijs voor heeft. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft vaak de Quran gereciteerd. De sahabe hebben vaak de Quran gereciteerd. Maar nooit hebben zij afgesloten met salat Allah alleen. Ja. Ja. U zei drie vragen. Kunnen er nog wat vragen gesteld worden? Echt helaas niet, want er zijn ook echt heel veel broeders die vragen willen stellen. Maar nu is het echt tijd voor het eten, want anders komen we niet uit met salat Asr. En de broeders zijn al meerdere malen geweest. Dus volgens mij hebben we nu drie vragen gehad, toch? Dus, nou, inshallah, morgen proberen we hier iets meer tijd over te houden. Inshallah, nog vragen. بس اسفازه وطموح ان شاء الله سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك